welkom bij deze nieuwe Pilatesles die ik samen met Marjan ga doen. Het is een Pilatesles voor core en voor je rug, omdat we heel veel mensen thuis aan het werk zijn. Vaak op hele slechte stoelen, slechte houdingen en zo. Dus daar willen we graag bij helpen door je rug te versterken. Ik zal de oefeningen uitvoeren en Marjan gaat ze uitleggen. Dus jullie zien mij niet praten en jullie zien Marjan het niet doen. Oké, laten we beginnen. Nou, welkom bij deze les. Wat je nodig hebt is een matje, een beetje ruimte, zodat je kunt bewegen. En vooral jezelf, moment voor jezelf. Even rust, alles weg om je heen en alles loslaten. We beginnen met zonnegroet. Je ademt in, je brengt je armen omhoog, je maakt jezelf lang, je kijkt naar het plafond. En op je uitademing buig je voorover. Inademend loop je met je handen langs je schenen naar boven. Je verlengt je rug, nek in het verlengde van je rug. En op je uitademing buig je omlaag. Inademing, grote stap met je rechterbeen achter. Uitademing, linkerbeen erbij. Dan blijf hier staan voor een ademhaling. Schouders bij je oren vandaan, je nek weer mooi lang. Buikspieren aangespannen. En dan zak je met je lichaam zo langzaam mogelijk naar beneden. Verplaats je gewicht naar voren. Je wreven plat op je inademing. Lift je je bovenlijf in de mini-cobra. En op je uitademing duw je jezelf omhoog. Neerkijkende hond. Inademend, rechterbeen naar voren. Grote stap. En uitademend, sluit je linkerbeen bij. En buig voorover. Inademend, rol rustig omhoog. En uitademend, ontspan de schouders, lengte in je rug. Inademend, arm omhoog, maak jezelf lang. Uitademend, buig voorover. Inademend, loop met je handen langs je schenen omhoog. Verleng je rug. Uitademend, buig voorover. In, linkerbeen, grote stap naar achter. Uit, rechterbeen erbij. En sta weer voor een moment in de plank. Handen onder je schouders, schouders van je oren vandaan. Dan verplaats je gewicht iets naar voren en zak langzaam met je ellebogen langs je lichaam naar beneden. Wreven plat, inademend, lift je bovenlijf. Buikspieren actief. En uitademend duw jezelf naar achter via de knieën of via je tenen neerkijkende hand. Inademend, linkerbeen naar voren, grote stap. En uitademend rechterbeen bij en buig voorover. En dan rol je wervel voor wervel omhoog. Voel die ruggenwervels, ruimte creëren ertussen. Inademend, adem in, arm omhoog. Uitademend, buig voorover. Inademend, wandel met je handen omhoog, verleng je rug. Kin is iets in. En uitademend, buig voorover. In, rechterbeen, grote stap naar voren. Uit, linkerbeen erbij. Inademend, lengte in je lichaam. Verplaats je naar voren. En uitademend, buig rustig je armen. Zak naar beneden. In controle. Inademend, span je beenspieren aan. Lift je bovenlijf. En uitademend, duw jezelf omhoog. Neerkijkende hond. En blijf hier even staan. Voel de strekking in de achterkant van je benen. Misschien bij je schouders. Bovenrug. Op je volgende inademing zet je rechtervoet weer een grote stap naar voren. En op je uitademing linkerbeen erbij. Inademend rol rustig omhoog, wervel voor wervel. En uitademend plaats jezelf weer in een rechte lijn. Laatste herhaling, adem in, arm omhoog.
Kijk naar je duimen. Adem uit, buig voorover. Adem in, loop met je handen omhoog. Verleng je rug, zitbotten naar achter. En adem uit, buig weer voorover. Adem in, linkerbeen naar achter. Adem uit, rechterbeen erbij. Handen onder de schouders, armen sterk. Adem in, verplaats je gewicht naar voren. En adem uit, zak rustig naar beneden. Inademend, duw jezelf omhoog. Mini cobra. En uitademend, neerkijkende hond, waar je weer heel even blijft. Dus misschien voel je strekking in je achillespezen, bij je kuiten, je knieholte. Dus de hele achterkant van je benen. Maak je rug mooi lang. Buikspieren trek je in. Volgende inademing, zet je linkerbeen naar voren. Uitademend, rechterbeen erbij. Inademend, rol wervel voor wervel, rustig omhoog. En uitademend, schouders iets naar achter draaien. Lengte houdend in je rug. Dan kom je rustig zitten. Als het goed is, is je lichaam iets meer opgewarmd. Voelt het al wat soepeler. Misschien die schouders nog een paar keer heen en weer rollen van voor naar achter. En dan plaats je handen rustig op je benen. En dan maak je je rug langzaam bol. Wervel voor wervel. Kom je iets achter je zitbotten zitten. En je komt weer rustig omhoog en je maakt je rug langzaam hol. En dat doe je een paar keer in je eigen tempo. Voel goed hoe het is voor die ruggenwervels. Dus waar zit de beweging in je rug? Waar voelt je rug wat stijf? Schouders mooi naar beneden, je nek is lang. En zo beweeg je van bol, waarbij je achter je zitbotten zit. Rustig terug naar voren, naar hol, waar je iets voor je zitbotten zit. Nog twee keer in je eigen tempo. Adem rustig door. En voel de grenzen van je lichaam. Als je jouw laatste twee keer gehad hebt, dan kom je naar je buik, dus liggend op je buik. Je armen zijn gebogen, een hoek van 90 graden en zijn mat breder of iets breder. Dat heeft te maken met de flexibiliteit in je schouders. Dus is het heel stijf, dan zet je ellebogen iets wijder. En is het wat soepeler, zet je ze iets smaller. Dan maak je benen helemaal lang. Span je beenspieren aan, span je billen aan. Dan lift je je bovenlijf omhoog in een mini cobra. En die hou je vast voor 16 tellen. Adem rustig door. Je kin is iets in, zodat je nek lang blijft. Dus je hele achterkant van je lichaam is actief. Je benen, je billen, je rug. En breng je schouderbladen iets naar elkaar toe, zodat je nog meer de achterkant van je bovenrug activeert. En dan ga je weer langzaam terug naar beneden. Dan kom je weer omhoog en dan hou je 8 tellen vast. Dus je spant je benen aan, je spant je billen aan. Je lift je bovenlijf, je duwt je schouderbladen naar elkaar toe en richting je heupen. En je ademt rustig door. 6, 7, 8 en je gaat weer rustig terug. Schouderbladen mogen iets uit elkaar. Even ontspannen. En dan breng je ze weer naar elkaar toe. Je spant de hele achterkant van je lijf aan en je komt omhoog voor 8 tellen. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, en rustig omlaag.
Dus misschien voel je het ook, dat die achterkant van die schouders aan het werk gezet wordt. Je bilspieren, je onderrug, alles meewerkt. Activeer alles aan de achterkant van je lichaam en dan gaan we omhoog voor 4 tellen. Schouderbladen naar elkaar toe, lift je bovenlijf, schouders van je oren vandaan. 4, 3, 2 en terug omlaag. Herhaling. Omhoog, alles aanspannen. 4, 3, 2 en omlaag. Adem rustig door, hou je gezicht ontspannen. Omhoog, 4, 3, 2 en omlaag. Laatste keer, omhoog, alles activeren, benen lang maken, 3, 2 en terug omlaag. De volgende variatie is met je ellebogen los van de vloer. Als deze optie voor jou al pittig genoeg was, dus met je ellebogen op de vloer, ga je daarmee door. En anders kom je omhoog. Je spant alles aan, achterkant van je hele lichaam en je lift je armen van de vloer. Voor 16 tellen. Probeer de schouderbladen weer naar elkaar toe te brengen. Je kin iets in, nek lang. Nog 4, 3, 2 en terug omlaag. Dan gaan we voor 8 tellen. Activeer je benen, activeer je billen, til omhoog. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 en terug omlaag. En die gaan we herhalen. Nog 1 keer die 8 tellen. Maak je benen lang, span aan, billen. Actief, bovenlijf, omhoog. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 en rustig laten zakken. Dan gaan we naar 4 keer 4 tellen. En laat dus altijd je ellebogen staan als je voelt dat het te pittig is voor jou. Span weer aan, maak lang, til op. 4, 3, 2 en rustig terug. Span aan, til op. 4, 3, 2 en rustig terug. Nog 2 keer. Hou die lengte in de benen. Spanning. Hele achterkant van je lijf. En rustig terug. Laatste keer. Span aan. Schouderbladen naar elkaar toe. Richting je heupen. Kin iets in. En rustig terug. Dan zet je handen onder je schouders. En dan duw jezelf rustig naar achter naar kindhouding. En dan neem je even een ontspanmoment. Eventueel je armen voor of je armen langs je benen naar achter. Als dat voor jouw schouders nu even wat fijner aanvoelt. Dus voel naar die holling van net, die bolling van die rug. De ruimte aan de achterkant van je rug, tussen je rugwervels. Adem een paar keer wat dieper in en uit richting je buik. Zodat je buikademhaling je rug wat masseert. En dan kom je rustig terug naar voren, weer liggend op je buik. Met je armen langs je lichaam. En je handpalmen naar binnen. Dus je duimen wijzen naar beneden en je pinken wijzen omhoog. Hierbij ook de schouderbladen naar elkaar toe brengen. En dan richting je billen duwen. Benen aangespannen. Je tilt je bovenlijf omhoog en je houdt 16 tellen de spanning vast. Dus altijd een stap terug als dit voor jou te intens is. Blijf de schouderbladen iets naar elkaar toe duwen. Zodat je die spieren aan de achterkant van je rug versterkt. Dat je minder last krijgt van je schouders. En weer rustig los. En gaan we voor 2 keer 8 tellen. Dus je duimen zijn weer naar beneden, je pinken zijn omhoog, schouderbladen naar elkaar toe, je lift op. 8, 7, je kin is iets in. Nog 4, 3, 2 en rustig zakken.
ademhaling niet vastzetten. Je adem lekker laten gaan. Dus juist zoveel mogelijk de spanning loslaten. Gaan we nog een keer voor 8 tellen. Benen aanspannen. Strek je tenen. Schouderbladen naar elkaar toe. Zoek die spanning in je achterkant van je lijf. Span de spieren aan. Nog 3, 2 en rustig los. Dan gaan we weer naar 4 keer 4 tellen. Dus je bereidt voor, je spant aan en je lift op. 4, 3, 2 en rustig terug. Herhaling. Omhoog. 4, 3, 2 en rustig terug. Dus vergeet niet om je schouderbladen richting je heupen te duwen. Dat je als het ware je nek uitstrekt tussen die vanuit die rug. Til je weer op. 4, 3, 2 en rustig terug. Nog 1 laatste keer. Deze variatie. Lift op. Span aan. Lengte zoeken. 4, 3, 2 en rustig terug. Ontspan je heel even. Je armen naar voren. Eventueel vast onder je voorhoofd. Misschien beweeg je een klein beetje je rug of je schouders, je heupen. En dan gaan we naar de volgende variatie. Je voorhoofd is op je handen. Je handen zijn op elkaar. Je ellebogen zijn naar buiten. En daarbij lift je ook je bovenlijf. Span je billen aan, je benen lang, lift op, 16 tellen. Adem rustig door. Schouderbladen iets naar elkaar toe, richting je heupen. Dus lengte in je nek, je kin is iets in. Nog 6, 5, 4, 3, 2 en rustig terug. 2 keer 8 tellen. Lift je bovenlijf. Kijk of dat je lang kunt maken. Hou vol. Voel die spanning. Voel dat lichaam werken. En rustig los. Nog 1 keer 8 tellen. Jullie doen het hartstikke goed. Dus net als Alvira is ook super hard aan het werk hier. 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2 en rustig terug. Heel goed. 4 keer 4 tellen. En daarna is het weer even ontspannen in child's pose. Dus hou vol. Lift op, span aan. 4, 3, 2 en rustig terug. En weer omhoog. 4, 3, 2 en rustig terug. Nog 2 keer, je kan het. Omhoog. 4, 3, 2 en rustig terug. En de laatste. 4, 3, 2 en rustig omlaag. Dan of je beweegt eerst je lichaam een beetje los of je duwt jezelf meteen naar achter in Child's Pose. Armen voor of armen langs je lichaam. Maar als jij liever blijft liggen en je lichaam heen en weer wiebelt of heen en weer schudt, mag ook. Voel wat jouw lijf even nodig heeft. En er komen namelijk nog 2 variaties. Waarvan je altijd kan kiezen om 1 stapje terug te gaan. Kom je liggen op je buik. Met je armen gestrekt naast je oren. Je handpalmen naar binnen en je duimen omhoog. Als het ware geef je jezelf even een oké. Eerst weer lengte maken in je hele lijf. Dus duw je benen van je vandaan, span ze aan, span je billen aan. En dan lift je je bovenlijf omhoog voor 16 tellen. Schouderbladen van je oren vandaan, iets naar elkaar toe. Adem rustig in en uit. Nog 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2 en rustig terug. Ook hier 2 keer 8. Dus maak lang, span aan, lift op. 8, 7, 6, kin iets in, lange nek. 3, 2 en rustig terug. Nog 1 keer 8. Lift op, span aan, adem rustig door, je gezicht ontspannen, kaken los. Nog 4, 3, 2 en rustig terug. Gaan we naar 4 keer 4. Merk je dat je het al wat warmer krijgt? Die spieren zo aanspannen, dat je lichaam helemaal op verhit wordt. Lengte, lang maken, lift op. 4, 3, 2 en terug. En weer omhoog. Lift op. 4, 3, 2 en omhoog. Lift op. 4, 3, 2 en omlaag. Laatste keer. Lift op. 4, 3, 2 en rustig omlaag. Heel even de ontspanning weer zoeken in de armen en de schouders. En dan maken we de laatste combinatie. We gingen naar een zwemmersvoorbereiding. De handen staan onder de schouders. Armen zijn gebogen. Dan lift je je bovenlijf omhoog. Je tilt je armen van de vloer. Je strekt je armen uit naar voren. Je opent je armen zijwaarts richting je heupen. Je armen gaan weer terug naar voren. Je buigt je armen. En je laat weer rustig zakken. Dus je lift je bovenlijf en je armen. Je benen zijn actief. Je strekt je armen uit naar voren. Je opent je armen richting je heupen. Je opent je borst. Je sluit je armen weer naar voren. Of je brengt ze naar voren. Dus niet helemaal sluiten. Armen weer buigen, ellebogen naar elkaar toe en rustig laten zakken. Nog 2 keer, omhoog, strek uit naar voren. Open die armen, open je borst. Armen weer terug naar voren. Ellebogen naar achter, schouderbladen naar elkaar toe en rustig zakken. Laatste keer, hou vol, lift op, strek naar voren. Open die armen. Armen terug naar voren. Ellebogen naar achter. En rustig laten zakken. Dan bewegen of hier weer een beetje. Liggend op je buik of je duwt jezelf naar achter. Naar kindhouding. Voel even wat je nodig hebt. Armen voor, armen achter. Ontspanning in je nek. Ontspanning in de schouders. Adem weer een paar keer wat dieper in en uit, richting je buik. En als je veel spanning voelt, dan zucht een paar keer. Zuchten zo lekker spanningsloslatend. En dan gaan we naar de zijkant van het lichaam, naar de zijplank. Je komt op je elleboog. Je elleboog komt onder je schouder. Op je rechterzij. Als je liever links doet, dan maakt het ook niet uit als je al daar begonnen was. Je hand steunt op de vloer. Je elleboog is onder je schouder. Je schouder is bij je oor vandaan. Lange nek. En dan lift je je billen omhoog. En dan zet je je linkerbeen voor, je rechterbeen achter. Dan beweeg je met je hand op je heup, je heupen langzaam omhoog en omlaag. Dus omhoog en omlaag. Doen we 16 keer. Je bent nu bij 4. Omhoog, omlaag. 6. Buikspieren goed aanspannen. Adem rustig door. Nog 8 keer. Nog 7. Zorg dat je echt
die rechterzij, als je op je rechterarm steunt, dat je die goed aanspant. Buikspieren die daar zitten, aan de zijkant. Nog 4, 3, 2 en de laatste. Heel eventjes rust. Even een slokje water drinken hoor. Dat mag je thuis ook doen. En als je lekker wat gedronken hebt en even een klein rustmomentje genomen hebt, dan kom je terug in die zijplank met je elleboog onder je schouder, schouder van je oor vandaan. En dan lift je je bovenste arm. En dan hou je 4 tellen vast en dan doen we 4 keer 4 tellen. Dus 4, 3, 2 en terug naar beneden. Dan doen we nog een keer. Omhoog. 4, 3, 2 en naar beneden. Nog 2 keer. Omhoog. Kijk of je heupen goed omhoog kunt duwen. Misschien nog een stukje hoger. Lengte in de nek. En rustig terug. Laatste keer. Omhoog. Lift die heupen. Duw, duw, duw omhoog. En langzaam terug. Als je kan, maak je hem een stapje zwaarder. Dus dan ga je en je been en je arm liften voor 4 tellen. Als je die mogelijkheid niet hebt, dan doe je degene met je arm of met je arm naar beneden. Ja, dus je komt omhoog. Je strekt je arm, je strekt je been voor 4. Voor 3, voor 2 en rustig terug. En je merkt dat het lastig is, hè? Je balans, je trilt waarschijnlijk overal. Doe je nog 3 keer. Omhoog, arm, been, concentreer je op jezelf. 3, 2 en rustig terug. Nog 2 keer. Om, schouder bij je oor vandaan. 3, 2 en de laatste. Nog 1 keertje. Om. 3, 2 en omlaag. Heel goed. Zie, voor ons is het ook nog pittig. Daarom zit ik hier en doet Elvira de uitvoering. Dan ga je naar de plank. Op je ellebogen. Als je last hebt van je schouders. Of op je knieën. En dan verplaats jezelf naar voren en naar achter. Dus als het voor jou te pittig is om het op je voeten te doen, dan doe je het op je knieën. Dan is de beweging veel kleiner. En als je wel de mogelijkheid hebt, dan doe je het op je voeten. Dus de ellebogen staan onder de schouders. De nek blijft lang. De schouders van de oren vandaan. Doe nog 4 keer. Nog 3. Nog 2. Hou die buikspieren goed ingetrokken. Hou ze actief. En de laatste. En eventjes ontspannen. Dus kom je in child's pose. Heel even die ontspanning zoeken. Zo merk je dat je eigenlijk alleen maar je lichaamsgewicht nodig hebt om ook een hele goede training te kunnen hebben. Dat het ook gewoon echt wel zwaar is. Als je je spieren heel bewust aanspant, als je heel geconcentreerd met je lichaam bezig bent. En dan gaan we naar de serie aan de andere kant. Dus had je net je rechterzij, kom je nu op je linkerzij. Je elleboog onder je schouder. Schouders van je oren vandaan. Rechtervoet voor, linkervoet achter. En je lift je heupen omhoog. En je houdt je lichaam op en neer. Sorry, ik wou zeggen stil, maar je gaat 16 keer omhoog en omlaag. Dus je lift je heupen zo recht mogelijk omhoog naar het plafond. En weer rustig terug.
Nog 8 keer. Dus de buikspieren actief. En die voel je wat meer aanspannen daar bij je heup, bij je zij, bij je taille. Nu nog 6. Hou vol. Nog 5. Dit is al 4. 3. 2. En heel eventjes laten zakken naar beneden, dus. Dan komt die optie met je arm omhoog. Of je wil weer een slokje drinken. Ja. Heel goed. Krijg je het warm? Ja. Pittig. Echt, je voelt die spieren helemaal werken. Die verhitten je lichaam. En dat is ook goed, hè? Je moet ook een beetje bewegen. De meeste mensen die ik om me heen hoor, die zitten veel te veel stil. Elleboog onder de schouder. En dan kom je omhoog. En dan lift je je rechterarm. Voor 4 tellen. Voor 3. Voor 2. En rustig zakken. Dus je lift je bovenste arm. En weer omhoog. 4. 3. 2. En terug. Nog 2 keer. Kom. Omhoog. Buikspieren aanspannen. Je bovenste arm ook goed lang maken. En rustig terug. Laatste keer. Omhoog. Lift op. Strek je arm. Schouders van je oren vandaan. En rustig terug. De lastigste variant. Met je arm en je been. Of alleen maar je arm. Of gewoon stil met je arm laag. Ik ga het proberen. 4, 3, 2 en super. Hartstikke goed. Deze kant is lastiger. Ja. We hebben als 1 voorkeurskant. Maar ze doen het wat sneller. Omhoog. 4, 3, 2 en terug. Super goed. 2 keer. Omhoog. Hou vast. 4, 3, 2 en terug. Het is ook lastig, hè? Balans in deze lastige tijden ook. En omhoog. Laatste keer. 4, 3, 2 en weer terug. Dan kom je naar de plank. En dan kies je weer jouw variatie, jouw optie. Je brengt je voeten weer, je rolt zeg maar een beetje over je tenen. Dus je komt naar voren met je gewicht en je komt weer naar achter met je gewicht. Dus de beweging zit hem vanuit de voeten, vanuit de enkels. Je lichaam blijft zoveel mogelijk in 1 plank. Naar voren en weer terug. Doen we nog 4 keer. Laatste 4. En terug. Beweeg als een plank. Naar voren en naar achter. 3. Nog 2. En de laatste. Dan kies je weer jouw ontspanningsmoment. Of de child's pose. Of je komt even liggen op je buik. Even voelen wat jouw lichaam nu oké vindt. Dan kom je naar een hoge plank. Op handen en knieën. Of als het niet fijn is voor je polsen, op je ellebogen of op je knieën. En dan gaan we 3 keer om en om, rechterknie, linkerknie naar de borst brengen. Recht. En daarna 3 keer, of 4 keer, sorry, diagonaal. Dus je gaat met je rechterknie naar je borst. En je zet hem weer terug. Linkerknie naar de borst. Je maakt je rug zo rond mogelijk. En weer terug. Rechterknie. En weer terug. Linkerknie. En weer terug. En dan schuin in een diagonaal. Rechterknie, linker elleboog. En terug. Links naar rechts. Rechts naar links. En links naar rechts. En weer recht. Voor. Knie naar de borst. En weer terug.
Knie naar de borst. Maak je rug rond. Trek je buik in. En weer terug. Rechts in. En links in. Diagonaal. Knie, elleboog. En terug. Knie, elleboog. Rechterknie, linker elleboog. Linkerknie, rechter elleboog. Nog één setje. Na de ontspanning. Eventjes. Geeft helemaal niks. Als je thuis ook zo zwaar hebt, het is nou helemaal gewoon pittig. Ene dag is ook pittiger dan de andere dag. Ja? Laatste ronde. Knie naar borst en terug. Knie naar borst en terug. Rechterknie en terug. Linkerknie. Nou, die diagonale laatste vier keer. Kom op. Schuin in en wissel. Schuin in en wissel. Rechterknie. Laatste keer. Linkerknie. Heel goed gedaan. Kom weer naar een ontspanning die voor jou fijn is. Dat hoeft de child's pose. Met je armen voor of met je armen achter. Adem naar je buik. Ontspan die buikspieren. Laat ze bewegen. Laat ze bewegen tegen je bovenbenen aan. Ontspan je rug. Adem een paar keer wat dieper in en uit. Misschien weer even lekker zuchten. En dan kom je omhoog op handen en knieën. En dan gaan we naar Thread the Needle. Doen we eerst vier keer dynamisch. Dus je brengt je rechterarm omhoog. Je kijkt je hand na. En je brengt hem onderlangs door over de grond van je vandaan. En dan kom je weer omhoog. Arm naar het plafond. En onderdoor van je vandaan. Nog twee keer. Omhoog. Strek je arm uit. En onderdoor van je vandaan. Laatste keer. Omhoog. En dan blijf je onderdoor. En kijk of dat je je oren op de grond kunt laten zakken. Of dat je schouders nog steeds van je oren vandaan zijn. En dat je de twist voelt in je rug. Bij je schouderblad. Strekking bij je schouder. Eventueel zet je je linkerarm naar voren. Adem rustig door. En als je je linkerarm naar voren is, zet je hem weer onder je schouder. Gebruik je die arm om jezelf iets omhoog te duwen. En kom je terug naar handen en knieën. En dan ga je naar de andere kant. Linkerarm omhoog. En onderdoor. Adem in, linkerarm omhoog, lengte in je arm. En adem uit, onderdoor. Nog twee keer. Adem in omhoog, lengte in je armen, adem uit, onderdoor. Laatste keer, in omhoog en blijf weer onderdoor. Dus kijk of dat je je hoofd ontspannen neer kunt leggen met je oor op je vloer, schouders ontspannen, eventueel je rechterarm naar voren strekken. Je gewicht op beide knieën evenveel. Je voelt zo die twist in die rug. De ontspanning van die rugspieren. De ontspanning van de schouders. Adem rustig door. En dan zet je je rechterarm weer wat dichterbij. Die arm gebruik je om jezelf omhoog te duwen. En dan kom je liggen op je buik. Ellebogen op de grond, mat breed of iets breder, ligt aan de ruimte in jouw schouders. En dan breng je je lichaam omhoog. Je heupen blijven op de vloer.
Kijk of je je borst kunt liften. Strek, strekking voelen. In je borst, in je buik. En dan breng je langzaam je lichaam omhoog. Naar een ziel. En weer rustig terug naar beneden. Dus je komt omhoog. Strek je armen wat meer. En weer rustig terug naar beneden. En voel waar je naartoe kan. Waar is de grens van jouw lichaam? Je komt omhoog. En rustig terug. Laatste keer omhoog. En rustig terug. Dan komt er een beenvariatie bij. Je komt omhoog. Je strekt je armen zo ver als kan. Op het moment dat je naar beneden gaat, lift je je rechterbeen omhoog. Dus je laat je lichaam zakken en je tilt je rechterbeen op. En als je laag bent, gaat je lichaambeen weer naar beneden. Hetzelfde met de andere kant. Je tilt je bovenlijf, je strekt je armen wat meer op. Je lift je been. Op het moment dat je naar beneden gaat, laat je been weer zakken. Je lift je bovenlijf, je strekt je armen. Op het moment dat je je lijf laat liggen, laat zakken, lift je je been. Ik zei het net niet helemaal oké. En dan laat je been zakken als je lichaam laag is. Dus je lift je bovenlijf, je strekt je armen. Op het moment dat je je lijf laat zakken, lift je je been. En als je lichaam laag is, laat je been ook weer zakken. Beide kanten nog één keer. Lift je bovenlijf, strek je armen tot waar het kan. Laat je bovenlijf zakken, lift je rechterbeen tegelijk. En dan laat ze allebei zakken. Omhoog, bovenlijf. Op het moment dat je bovenlijf weer laat zakken, lift je je linkerbeen. En als je lichaam laag is, laat je been zakken. Dan, als jij de mogelijkheid hebt, doe je het met twee benen tegelijkertijd. Dus je lift je bovenlijf, je strekt je armen. Op het moment dat je je lijf laat zakken, lift je beide benen. Als een soort hefboom-effect en dan je benen ook weer laten zakken. Omhoog, lift je bovenlijf, strek je armen. Op het moment dat je je bovenlijf laat zakken, lift je je benen. Op het moment dat je lijf laag is, benen ook weer laag. Omhoog. Op het moment dat je je lichaam laat zakken, gaan je benen omhoog. Als je lichaam laag is, benen laten zakken. Nog één keer. Bovenlijf op, strek je armen. Laat je lichaam zakken, strek je benen omhoog en rustig alles neer. Dan duw jezelf naar achter naar een child's pose. Met je benen gesloten of eventueel je knieën wat wijder. Heel even weer de ontspanning zoeken in die rug. Onderrug die je net wat aangespannen hebt. Dan kom je rustig omhoog naar een zittende positie met je armen, met je benen naar voren, je armen nog even langs je lichaam. Kom goed voor op je zitbol te zitten. Strek je rug, je voeten zijn geflext. Dan til je je armen zijwaarts omhoog op schouderhoogte. Dan draai je met je lichaam zijwaarts. Je ademt in, draait. En je ademt uit, je draait terug. Je ademt in, je draait naar achter. En je ademt uit, je draait terug. Houd de lengte in de rug. Inademend, draai open naar achter. Uitademend, draai terug. Laatste keer. Inademend, naar achter. Uitademend, terug. Dan zet je handen op de mat en rol je rustig naar je rug. Je linkerbeen laat je liggen en je rechterbeen trek je naar je toe. Handen op je knieholte. Kijk of dat je je linkerbeen goed uit kunt strekken. Dus die is helemaal lang
Je nek is lang, schouders bij je oren vandaan. En dan ga je langzaam naar een twist. Dus je laat je knie vast. Knie los met je rechterarm. Die leg je naast je op de vloer. Linkerhand heeft je knie nog vast. En dan breng je heel rustig je knie over je been heen naar de grond. En voel waar je naartoe kan. Je vloer raken is niet je doel. Als daarbij je rug te veel uit elkaar getrokken wordt, dus dan hou je je knie net iets boven de vloer. Beide schouders blijven op de grond. En je ademt daar naartoe waar je de rek voelt. Dus waarschijnlijk in je zij, je onderrug, je dijbeen. En op je volgende inademing komt je knieën rustig terug naar het midden. En dan trek je beide knieën heel even naar je toe. Misschien wil je wat rondjes draaien over je onderrug. En dan ga je naar de andere kant. Dus je rechterbeen strek je uit over de vloer. Linkerbeen haal je naar je toe. Rechterbeen kijk je of je misschien nog iets meer weg kunt strekken. Schouders bij de oren vandaan. Adem rustig in en uit. En dan hou je je linkerbeen vast met je rechterhand. En je linkerhand leg je op schouderhoogte op de mat. En dan komt je linkerknie rustig over dat rechterbeen heen richting de vloer. En dat is een richting. Dus je voelt tot waar je kan. Dus hou de schouders allebei op de vloer. Adem rustig door. Adem daar waar jij die rek voelt. Kijk of dat je wat los kunt laten. Spanning in je lijf, spanning in je schouders, spanning in je nek. En dan breng je je knieën weer rustig terug, omhoog, beide knieën naar je toe. Dus kijk of dat je jezelf klein wil maken of rondjes wil draaien met je onderrug. Even voelen wat voor jou nu fijn is om te doen. En dan strek je jezelf helemaal uit, beide benen over de mat. Maak jezelf helemaal lang. En dan zijn we aangekomen bij het einde van deze Pilates les. Als jij thuis nog de mogelijkheid hebt om iets langer te blijven liggen, om nog even lekker een ontspannen momentje te nemen voor jezelf, blijf dan vooral even iets langer liggen. Sluit je af, alles om je heen. Focus op je ademhaling. En als jij weer door moet, dan breng je lichaam langzaam in beweging. En kom je in een rustig tempo omhoog. En wat jouw mogelijkheid ook is, of wat jouw keuze ook is, voor nu zit het erop. En wensen Elvira en ik jullie een hele fijne dag. En we danken jullie voor het meedoen. Dank jullie wel. Tot ziens.